Straks wordt alles gebalanceerd, want de injustice. Echt, waar ik dan weer wakker mee moet worden. Ik had in de gevangenis moeten zitten, maar hè, dubbelgangers. We wouden graag vervangers zijn, toch? Een grote magische wereld. En al die soulties en mensen dan haten dat het om mij draait. En de wereld om mij heen draait. Mind above matter. Maar wie zo mind is het sterkst? En wie creëert dan alles? Wie geeft sturing aan alles? Ik zei elke keer al. Je kan denken dat je je script aan het veranderen bent. Wie doet dat dan? Of denk je dat je een vrije wil hebt als je met smerigheid bezig bent? Gods plan. Mijn destiny was de route die nu bezig is geweest. Dat is mijn destiny. Daarmee is mijn lot niet te veranderen. Die van jou ook niet. Ja, kat heb 9 levens. Ik ook. Maar het is niet dat ik 8 keer kan sterven en dan niet. Nee, ik heb 9 levens. Quantumfysica. De metaverse. Ik ben op 9 plekken tegelijkertijd. En zodra ik daar al binnenkom, beslis ik hoe het werkt, hoe het gaat. Bepaal ik of het naar links of naar rechts gaat, of het ja of nee is. Zeg ik elke keer al, ik word als laatst wakker. Ik heb jullie kans om wakker te worden. The voice of God. Dus ik weet niet met wie jullie allemaal gesprekken hebben of wat jij aan het channelen bent. Sommige mensen die gaan allemaal denken dat ze mij zijn. je moet ze wel aan het werk zetten. Als ze niet voor je willen werken, moet je ze laten denken dat ze aan het stelen zijn. Dat zijn mensen die zijn the home of God. Zijn ze niet aan het, iedereen ontvangt dat, maar niemand die wil het waarnemen, toch? Mensen die willen hun ogen niet echt gaan gebruiken. Dus zijn niet die oefeningen aan het doen, zoals magiceye.com. En die oefeningen dan dooruitpakken, op andere foto's doen. Zelf voor de spiegel aan het doen zijn. Op objecten die gewoon voor je neus staan. En ze zijn niet aan het oefenen. Nee, mensen die gaan in droombolkjes hangen. Sommigen die zijn echt gewoon in zo'n zwaar coma. Maar het is niet voor niks dat dingen in Akashic Records dicht zijn. Dat, ze willen van alles stelen van me. En het komt dat wat nodig is, wanneer het nodig is. Ik kan het niet anders uitleggen. Ik doe gewoon wat de divine God wil dat ik doe. Maar er is zoveel verraad om mij. Van familie tot vrienden, naar buren, het hele fucking internet. Bekende, wat minder bekende, maar gezichten die ik al vaker heb gezien. Om ook gewoon te realiseren, de mensen die ik deze 3 jaar ben tegengekomen, die allemaal wisten dat ik Ian was en ik even echt achter me om moet krabben, hoe heet jij ook alweer? Ja, zo belangrijk waren ze dus niet. Maar dat ze weten wie ik ben. Er zijn weinig mensen bij wie ik in de klas heb gezeten die niet meer weten wie ik ben. Sommige mensen die hangen in zwaar in de matrix en voor de duivel aan het werk geweest hier. Lopen als reptielen lopen ze rond. Met hun reptiele brein. Het organisch wezen, het licht in hun, is er niet. Echt troeven, show. Er zijn weer films voor jullie.
En daar zitten jullie nergens in geloven. Maar druk ze alleen op Google, kabouters. En ga dan naar alle dingen wat je over kabouters kan vinden. Hier in Nederland en in België en zo. En verdiep je dat verder naar Elf ook in en zo. Ik wil echt graag willen dat ik ergens heen ga dingen doen, zodat ze me op kunnen sluiten. Ze zijn met triggers bezig voor mijn emoties. En, mijn route is veilig. Yeah. Seraphim is om me heen, ik ben onzichtbaar. Sommige mensen moesten op mijn pad lopen wanneer ik door de huursmolen ging. Maar God liet ze op hun telefoon kijken en daardoor hadden ze niet door dat ik twee... de 3 meter voorbij ze liep. Zoveel wat opgeslagen zit bij me en echt alleen maar los hoeft te komen wanneer ik het nodig heb. Dus whatever, onthouden. Jullie willen dingen onthouden en jullie kroonchakra houden. Bij mij moet het stromen. Mijn spiritual gifts, die zijn echt esoterie. En zelfs binnen die esoterie is er maar een kleine groep die weet van hoe of van wat. Zoveel in mijn verleden, wat gewoon bijna robots waren. Echt een magische wereld. Maar dat mogen mensen niet zien. Nee, ze willen ook allemaal dat je niet in God gelooft, niet in aliens gelooft. En wanneer is iets een alien? Maar hè, wanneer je iets ziet, is het dan een... is het een alien... Is het een Dracadian? Is het een Dark Elf? Maar zo ziet het er wel uit. Zoveel mensen die Destiny zouden omruilen. Hun karma bij mij wouden neerleggen. En een heleboel wat Alano ziet, het werkt allemaal niet. Dus je kunt alleen nog maar mezelf en jullie voor de gek houden. Re, ik transformeer alles. Transformers. Een chemische machine. Zodra je weet dat je dat, hoe je dat gebruikt, hè? De chakras. Wat op organen zit. Daarom graag willen dat iedereen orgaandonor is. En gewoon met je pH-waardes aan het fokken zijn. Alles maar in de war willen schoppen, vooral je hormonen. Uiteindelijk komt het op je vliezen, komt het terecht. En overal waar je hormonen zitten, daar beginnen dan ook de lasten, want ze willen je ziek. Ze zijn aan het spelen met je immuunsysteem, want je moet wel zwak zijn. Anders kunnen ze je niet aan. Mind above matter. Er zijn echt mensen die denken fates om te ruilen. Maar echt fake. Het zal altijd fake blijven. Dus wanneer je dat van mij aan het gebruiken bent, ben je nog steeds fake. En als je het echt alleen maar zwart-wit kan inkleuren allemaal. En mijn spectrum is zoveel breder. Ik zie dingen die jullie niet zien. Kattenogen. Ik hoor dingen die jullie niet horen. Hè? Zoals een hond. Zo is er wel meer. En mijn brein, het onthouden. Is natuurlijk wel veel tovenarij. Maar net als al die video's die ik heb gemaakt. Dat is allemaal niet te vergeten als een olifant. En hoe meer ik wakker aan het worden ben in mijn dromen. Het voorbij lucid dreams aan het gaan is. Omdat ik door tijdmachines heen. Of in tijdmachine een stap en daardoor door die tijd heen reis. In dimensies aan het komen ben waar mensen niet kunnen liegen. Al hun geheimen aan het licht komen. Ik hun verlangens zie. Ik ruik het bijna. Dus ja, alles is cycles. Net als de dingen, een heleboel heksen met de maan bezig zijn. Ik ze met watermagie,
Maar het water om mij heen onthoudt alles. Ik ben 70% water en daarmee connected zijn. En bepaal ik zelf of ik het warm of koud heb. En kan je lekker een warme trui aan doen, doe je warme slof aan. Maar ja, als intuïtie inkleurt wie de mensen zijn, wat hun intenties ook zijn. Echt zoveel technologie misbruikt wordt. Nou, ga naar patenten van de jaren 80 of de jaren 70 en je snapt dat Neuralink van Musky. Dat is voor het publiek. Ze zijn al zo lang aan het rommelen. En of ik dan in een laboratorium geboren ben, of dat ze flinkam hebben lopen knutselen. Recht gedachtes, daar gaat het om. En dan onderscheid maken wat van jezelf is. En gevoelens, daar gaat het om. En dan snappen wat van jou is of op je geprojecteerd wordt. Uiteindelijk ben je voorbij je vijf zintuigen aan het waarnemen. Dus ook voorbij je vijf zintuigen aan het voelen. En uiteindelijk de manifestaties. Maar wat manage je dan? Mensen die zijn het goed aan het gebruiken voor hun slechte daden. Zijn met waarheden bezig om leugens te verstoppen. Als mensen zouden zien dat sommige samenwerkingen kunnen doen, dan waren ze niet met deze vieze smerigheid bezig geweest. Want nu maken ze alleen maar zelf kapot. En als ze dan gaan inkleuren dat dat de bedoeling was, want ze hebben vet veel vies voorraad over hun heen, hadden ze al lang al handdoeken in de ring gegooid. Hadden ze een heleboel mensen ontslagen en dan werden wetten nageleefd om mensen te bestraffen. Ren de pinkjes op de i. Het gaat vanzelf connected raken. Sommigen hebben gewoon hun hel gekoppeld aan hun geld. En dan gaan ze er ook vooruit via het leed van andere mensen. Terwijl ze dat konden transformeren naar het goed. Goed zouden doen met hun abilities, zouden ze veel meer kunnen creëren. En niemand wil spiritualiseren, toch? Het draait allemaal om de materie. Het draait allemaal om geld. And the devil rules the world. Maar voor God mag je buigen. Dus het is onbegonnen werk. Overal zijn nooduitgangen. Ja, zelfs justitie, de overheid, zo diep hierin verwoven zit. Duurt het wat langer, hè? Mensen die willen echt gewoon in mijn schoenen rondlopen. Het liefst in mijn velletje. Sommigen die gaan door plastische chirurgie heen, alles. Alles op alles waarbij ze aan het zoeken zijn hoe ze mij op kunnen sluiten. Een God die zorgt dat alles ingedekt is. En dat als ik ga, gaan ze allemaal. En dat is meteen mijn get out of jail ticket for free. Dus mensen kunnen zich voor een moment. Gewoon als anderen voor mommen om iets van mij te kunnen pakken. Sommige mensen, hun alles is fake. Hun naam, wanneer ze jarig zijn, hoe ze eruit zien.
Er zijn sommige dingen die zijn zo makkelijk te zien. Dus oké, dat is alleen maar de rest voor de gek houden. Alles draait om ranking. Dus je kan niet fokken met wat boven je staat. En al die mensen die dat maar willen doen alsof ze je twin flame zijn. Alsof dat ze je vader zijn of zo. Of je broer. Er is een heleboel voor de gek gehouden. Dus ze willen heel graag dat ik tegen stripbal. En wat heb ik? Ik graaf gaten. Gooi glazen. Niemand gaat toch stoppen waar ik mee bezig ben. En ik ben onsterfelijk. Een tijdje als je zoveel al uitgetest hebt op jezelf, bij anderen. Dan worden dingen duidelijk. En de ervaringen, daardoor groeit besef. Gaan vanzelf de juiste lampjes branden die nodig zijn. Want dat mensen met in disguise door het leven gaan, dat is toch wel duidelijk. Dus hè, maakt niet uit hoe lang het duurt. Zelfs als ik de gevangenis in moet of zo. Komt toch bij mij wat bij mij moet komen. Niemand gaat mijn lot afnemen. Ik kan alleen maar mijn destiny nadoen. En daarmee zorgen dat mijn destiny loopt hoe die moet lopen. Want alles moet nou eenmaal aan het licht. De daders, de vijanden, alles moet voor iedereen zichtbaar zijn. En niemand gaat vooruit wanneer ik achteruit ga. Mentaal maken ze zichzelf helemaal kapot. Dat is hoe ze ziek raken. Dat is hoe matter van hun mind gaat winnen. En hun mind niks meer kan uitoefenen op matter. Echt waken, mensen die gewoon ziek in hun hoofd zijn. En dan ben je niet aan het manifesteren. Er is zoveel vergif wat bezig is geweest. Zoveel mensen die echt gewoon mij kapot naar beneden een stuk wel te helpen. Nou ja, mensen blijven betrapt worden keer op keer. Het zal groeien in het bewustzijn bij mensen en in het bewustzijnsveld. Opwelderingen die komen nog vanzelf bij mensen. En als de ene dag lukt, dan is het de andere dag is het weer vervaagd. Is het opgelost en is het weer weg. Dus hebben ze het voor niks gedaan, maar ondertussen heeft het wel weer iets aangetoond. Is er wel weer iets aan het licht gekomen. En mensen die dan maar niet snappen waarom ik justice krijg. Maar de fates omruilen werkt niet. Want ik krijg wat ik wil. En ik hoef daarbij mijn verlangens niet eens uit te spreken. God weet wat ik wil. Ik hoef niet gierig te doen. Niet egoïstisch te zijn. Maar mijn ego is sterk. Mijn ego is bijna omni. Gods ego. En ik kan er niks aan doen dat mensen jaloers zijn. Ik kan er niks aan doen dat hun willen hebben wat mij toehoort. Sommige mensen die hebben gewoon problemen. En dat is mijn probleem niet. Alles wat met dieverij is bezig geweest en dan wraak op mij wil, is toch twisted.
Het laat toch zien aan andere mensen hoe ziek ze zijn. Kijk alleen aan hoeveel ze erin stoppen om zelfs mijn woorden, mijn zinnen. Het is echt plagiaat op mijn leven en niet op het werk wat ik lever. Hè. Dus zij hadden aandacht gericht op wie? Op mij. Op mij. Sommige mensen zullen verdrinken, andere mensen die zullen verbranden, anderen die zullen van heel hoog naar beneden toe vallen. En dat is mijn vorige levens inkleuren wat er nu aan het gebeuren is. We nu met een replica bezig zijn van het leven wat eerder is geweest. Al mensen waar ik mee opgegroeid ben. Die dan bezig zijn met je te proberen te vermoorden. Sommigen die zijn echt moordenaars. Zijn bezig met poging tot moord. Er zijn zoveel wetten, meer dan 20 plus wetten die overtreden worden. En niet gehandhaafd worden door hun die gerechtigd zijn om die straffen uit te voeren, om mensen op te pakken. En zijn daarmee alleen maar hunzelf voor schut aan het zetten voor wat er zometeen aankomt. En ik heleboel mensen niks meer te vertellen heb. En ik ook niet hoef te horen wat hun te vertellen hebben. Want als het overduidelijk is, overdatum is, mensen genoeg kansen hebben gekregen. Zijn al die junkies, al die verslavingen, zelf helemaal in de war aan het raken. En ik bijna gerechtigd ben, zometeen om mensen zelf te straffen. Maar hè, doen we het met God aan me zij, of we laten God het doen. Het universum gaat aan het werk. Daarom ook maar gewoon alle video's hier openbaar. Kunnen mensen zo meteen zien dat ik gemachtigd was. De hele hallucinaties, die raken vanzelf op. Mensen gaan zometeen wakker worden. En sommige, de wraak die komt, is niet zozeer de wraak voor mij, maar voor jullie vorige slachtoffers. Zolang al tijd voor de volgende witch hunt. Kunnen mensen wel weer doen alsof dingen niet zo zijn, maar het verleden herhaalt zich. Sommigen die zijn me zoveel verschuldigd, zijn me bijna hun leven verschuldigd. Allemaal maar bang dat smerige familiegeheimen aan het licht komen. Want het is echt heel duister waar mensen mee bezig zijn geweest. De rituelen waar ik doorheen heb moeten gaan. De opofferingen waar mensen mee bezig zijn. Er is heel Nederland al met spandoeken en beschermde kinderen. Maar wanneer mensen zich uitspreken. Niet zozeer als slachtoffer gedragen. Maar wel allemaal daders om hun heen. Daar wordt daar niks mee gedaan, toch? En gewoon mij in coma hebben willen brengen. En net als mijn botontsteking, weken in het ziekenhuis liggen aan het infuus. En er overal getuigen zijn. Maar of zou hun mond. Want ze zijn toch wel een soort van medeplichtig. Het verzwijgen is natuurlijk ook wel een straf. Echt gewoon double crossings.
echt ben bang dat ik over mijn jeugd ga praten. En dat dat bij de verkeerde oren terechtkomt. Maar internet. Dus hun die wel echt van het kwaad af willen. De sadistische, satanische rituelen en troep. Ja, en dan kan je al zien dat alles wat op Fidel is niet echt serieus is. En als mensen bij hun hart kunnen nemen dat dit mijn hele leven is. Ja, ik nu 40 ben, tenminste Ian Wilkie is 40, ik zelf ben waarschijnlijk 2 jaar jonger. En nee, mensen waren zwemmen met de visjes, dus we hebben er een paar rijen tussendoor gegooid. Mind above matter. Ja, het is lastig voor mensen om de aandacht ergens op te richten. En je moet wat gewoon bang is voor de duivel. Dat die zwak is als je bij God bent. Rij, ontvoeringen, alles. Identiteiten stelen, baby's omruilen. Uiteindelijk heb ik alles wel gezegd, toch? Maar mensen die willen het niet horen. En het machtsmisbruik is heel erg groot, want het gaat tot aan justitie. Maar mensen zijn al wel bezig met de demmingzaken en wijzen naar de elite. Terwijl als ze mij zouden helpen, zou er een heleboel aan het licht komen en kan het groeien tot aan een Epstein Maxwell. Nou ja, maar bezig blijven met de elite. Gaan de zwarte vlekken in de samenleving niet meer verdwijnen. Dus iedereen moet maar gevangen gehouden worden.